Oké, okay, in dit hoofdstuk gaan we ons concentreren op het omvormen van formules. Dus we gaan onze rekenregels van vergelijkingen gebruiken om formules om te vormen en zo vraagstukken op te lossen. Goed. Eerst een korte herhaling nog eens van het stappenplan. Ik heb het al eens getoond, ik zal het nog eens herhalen hier in dit filmpje. De eerste stap die we gaan doen is: we gaan de haakjes wegwerken. We gebruiken daarvoor ofwel de distributiviteit, boogje, boogje, ofwel. Uh, de tekenregel, een min teken voor de haakjes, dan wissel je het teken om van alles tussen de haakjes. Excuseer. Staat er een plusteken voor de haakjes, dan laat je gewoon de haakjes weg. Oké, okay. dus dit wordt zo. Nu, de volgende stap is dat we gaan proberen om die breuken hier weg te werken. We kijken daarvoor naar het kleinste gemeen veelvoud. Als je dan indirect zag, 6 x uh, 4 dat is 24. Als je maal 24 doet, dat gaat ook werken, maar eh, je gaat grotere getallen uitkomen. Dus hier het kleinste gemeenveelvoud is 12. Kleinere getallen. Hup. We doen 12 maal het linkerlid en 12 maal het rechterlid. En we krijgen nu iets dat een veel smaller regeltje is hier, namelijk iets zonder breuken. En dat hebben we altijd veel liever. Goed. De volgende stap is de balansmethode. En nu gaat mijn gezicht in de weg staan, dus ik zal hem even verslepen. Oké. Okay. Dus hier de volgende stap is de balansmethode. We hebben tot nu toe gekozen om de x-waarden naar een bepaalde kant te doen, in dit geval naar links. Straks zul je zien bij Formules dat je ook de rechterkant kunt kiezen om de, de waarde die je zoekt over te houden. Allee, de letter die je zoekt over te houden. Ja. Maar dus nu even alle x'en naar daar. Dus dat wil zeggen dat die min 12x naar daar moet. Dus ik moet hier plus 12x doen. Maar dan moet ik dat ook aan de linkerkant doen. En die 15, die moet hier weg. Dus die moet, moet ik min 15 doen aan weerszijden. Oké. Okay. Dus, de x aan links, de rest rechts. En ik krijg wat ik daarnet zei. Min 15 om die 15 hier weg te krijgen. Plus 12x om die min 12x weg te krijgen. En we herhalen. Dus dit stukje hier en dit stukje hier zijn hetzelfde aan weerszijden. Altijd. Altijd. Oké. Okay. Dus je krijgt de x-waarden nu links. De getallen rechts. Yes. En nu gaan we deze samenvoegen. Want als het hetzelfde lettergedeelte is, dan mag je de coëfficiënten optellen. In dit geval is dat de 22x. En dat zijn getallen, dat kun je gewoon uitrekenen. En nu, we zijn er echt bijna. We moeten gewoon die x hebben. Dus we moeten hier uh, die coëfficiënt wegkrijgen. Altijd, altijd ga je delen door de coefficiënt. Dus je doet hier gedeeld door 22, maar dan moet je dat ook aan de andere kant doen. En je komt dus gewoon uit x is gelijk aan min 6 op 22. Oké. Okay. Goed. Ik zet mijn gezicht weer hier. En we doen volgt. Dus onze eerste formule is de formule voor de omtrek van een vierkant. P van perimeter, omtrek, is gelijk aan 4 maal de zijde. De lengte van de zijde. Oké. Okay. We ja, hebben gegeven dat die omtrek 120 meter is. Kan mij eigenlijk momenteel niet schelen. Maar gevraagd is dus die zit. Dus onze ster van een dag is hier de zit. Die wil het podium voor zichzelf. Dus we willen die vier maal hier. Die moet echt weg. Hoe krijgen we die vier maal weg? Wel, vier maal. Dus we moeten overgaan op het omgekeerde. We moeten delen door vier om dat weg te krijgen. Maar dan moet je dat ook aan de andere kant doen. Oké. Okay. En dus. We hebben hier 4 maal gedeeld door 4, dus dat valt weg. Zit is gelijk aan P gedeeld door 4. We kunnen nu onze opgave oplossen, namelijk zit is gelijk aan P gedeeld door 4. Merk op, hier staat P gedeeld door 4 is zit. Dit is een weegschaal, ik kan die ook aan de andere kant leggen en onze weegschaal gaat nog steeds in balans zijn. Ja? Dus of ik nu P gedeeld door 4 gelijk aan zit schrijf of zit gelijk aan P gedeeld door 4, dat is net hetzelfde. Maar natuurlijk hebben we liever dat die zit nu aan deze kant staat als we verder invullen. Um, dus die P kunnen we nu vanuit ons gegeven erin proppen. 120. Voilà. 120 gedeeld door 4. Een rekenmachine. Tarar, of gewoon op zicht. En we zien: zit is gelijk aan 30 meter. Yes. We hebben de antwoord, het antwoord gevonden. Oké. Okay. De volgende oefening is. De omtrek van een rechthoek. Ja. Dus de omtrek, perimeter, is gelijk aan 2 maal de lengte plus breedte tussen haakjes. haakjes. Okay. We zoeken de lengte, want de omtrek en de breedte zijn gegeven. Dus de din willen we graag laten staan. En die zou eigenlijk aan die rechterkant de enige moeten zijn. Ja. Okay. Het eerste wat we gaan doen, is die stomme haakjes. Sorry, die haakjes wegwerken. Ja. Dus we werken de haakjes weg en we krijgen. Dat was gewoon, hè? Distributiviteit, ja, daar heb ik echt wel lang aan zitten prutsen om dat in PowerPoint goed te krijgen. Maar bon, dus 2 keer de lengte plus 2 keer de breedte, en we zijn blij, want we hebben geen haakjes niet meer, en nu kunnen we eindelijk werken met gewone waarden. Nu die l staat hier, die 2 staat erbij, maar er staat ook nog plus 2b. Als je iets ziet waarbij dat er nog, je zoekt dit stuk, maar er wordt iets bij opgeteld, dan kun je dat wegwerken door Hetzelfde ervan af te trekken. Dus we gaan min 2b doen aan deze kant en min 2b aan deze kant. Die 2b valt nu weg ten opzichte van die 2b. En we hebben nog enkel 2l. 2 keer l. Aha, keer. Dus opnieuw gaan we het omgekeerde gebruiken. We gaan delen door 2. Maar dan moeten we dat ook aan die kant doen. En dus we bekomen dat l gelijk is aan p min 2b. Samen gedeeld door 2. Oké, okay. dus we krijgen hier de lengte is gelijk aan p-2b gedeeld door 2, dat is onze formule, maar ik hoop dat ik nu terug die van plaats wissel, maar dat dat perfect mag. En ik vul terug mijn gegevens in, dus ik prop hier p in, 200, ik prop hier b in, 40, la la la, hoppakee, ik reken het uit en mijn rekenmachine zegt mij dat het 60 is. Ik ben blij, jullie ook. Oké, okay. laatste voorbeeld. Ja, dank u. Oei, hier staat al het antwoord. Uh, dat is niet erg. We gaan de oppervlakte van een driehoek berekenen. Basis mal hoogte gedeeld door 2. A staat voor area, als u wilt onthouden dat de letter A altijd oppervlakte is. Oké, okay, goed. Dus, we zoeken de B. Dat wil zeggen dat we nu eerst denken aan onze rekenregels. We proberen de breuken weg te krijgen. Het gaat uiteindelijk niet lukken, u zult het wel zien. Maar laat ons proberen. Dus we gaan de breuk hier wegkrijgen, dus die 2 moeten we weg. We doen dus maal 2 aan deze kant, want dan valt die weg. Maar dan moeten we dat ook aan die kant doen. Oké, okay, die vallen weg. En nu heb ik 2a is gelijk aan b maal h. Dus ik moet nu nog, om b te vinden, die h weg hebben. Maal h, dus ik moet delen door h. Ik deel weerzijden door h. Die kant dus ook, niet vergeten. h, h is weg. En ik krijg B is gelijk aan 2 maal A gedeeld door H. B is gelijk aan, ik schrijf het op een andere manier, opnieuw switch. En ik heb dus B is gelijk aan 2 maal A gedeeld door H. Dus B is gelijk aan, prop het erin, A is 60, H 15. 16, uh, 15 is 4, 2 keer is 8. Inderdaad, dat klopt. Dus dit is de manier waarop je werkt. En merk op dat eenmaal dat je, je formule hebt omgevormd, dat het eigenlijk vrij eenvoudig is. Gewoon m um, switchen, alles erin proppen, rekenmachine en klaar. Ja? Of zelfs op zicht. Ja? Maar dus het omvormen van die formule zorgt er eigenlijk voor dat je al die stappen kunt doen. Dus zorg ervoor dat je die rekenregels kent. En dus ik ben deze les begonnen met de stappenplan. Schrijf die stappen op een blad als je ze nog niet door hebt. Schrijf ze op, leg ze langs je oefeningen, zodat je zeker uh, de juiste stappen zet. En dat je, daar, uh, dat je dat leert totdat je het in de vingers hebt. En dan kun je dat blad weglaten. Oké, okay, veel succes. Tot de volgende keer.